Mijn naam is Linda Tielemans en ik ben al 12,5 jaar docent bij de opleiding Business Studies. Samen met collega's zal ik in periode 4 van het eerste studiejaar voor jullie de cursus Business Process Management verzorgen. In elke organisatie vinden dagelijks activiteiten plaats, ook in jullie privéleven. En als je die activiteiten samenvoegt, dan kun je spreken over processen. En een voorbeeld van een proces in een organisatie is bijvoorbeeld het verkoopproces. Als je kijkt naar jullie privéleven, zou je als voorbeeld van een proces kunnen noemen het maken van huiswerk. En als het goed is, leveren die processen een bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Om ervoor te zorgen dat deze processen in de praktijk ook daadwerkelijk een bijdrage gaan leveren, moeten die processen ook gemanaged worden. En in de cursus Business Process Management wordt een cyclus beschreven waarmee organisaties de processen managen. En die cyclus bestaat eigenlijk uit 4 fasen. De eerste fase is processen beschrijven. De volgende fase is processen besturen. Daarna komt het processen analyseren. En de laatste fase is processen verbeteren. Het boek dat we tijdens de cursus gaan gebruiken is het boek van Hugo Hendricks, genaamd Procesmanagement in de Praktijk. Tijdens de hoorcolleges zal de inhoud van dit boek aan jullie overgedragen worden. En vervolgens gaan jullie met werkcolleges aan de slag om de inhoud en de kennis toe te passen op opdrachten. Dat zijn opdrachten die jullie van tevoren moeten voorbereiden. Maar jullie gaan ook tijdens het werkcollege met een fictieve casus aan de slag. En afgelopen studiejaar was dat een fictieve pizzeria. De cursus wordt afgesloten met een meerkeuzetoets. Deze bestaat uit 60 meerkeuzevragen met 3 antwoordmogelijkheden. En we hopen natuurlijk dat jullie die door met een voldoende resultaat afleggen. Nou, onthoud goed, als je om je heen kijkt, overal zijn processen aanwezig en elk proces kan je verbeteren. Ik hoop dat jullie een indruk hebben gekregen van de inhoud van deze cursus. Bedankt dat je hebt gekeken naar dit filmpje en hopelijk zie ik je volgend jaar terug bij Business Studies.